Ik ben Rinske van Noordwijk. Ik heb samen met Ineke van Zanten. 12 jaar geleden Greenwich opgericht. En onze missie is. Meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Er is steeds meer aandacht voor maatschappelijk initiatief. Eigenlijk wil iedere gemeente. succesvolle en vooral ook veel maatschappelijk initiatief. Maar wat we zien is dat er eigenlijk nog twee werelden zijn: je ziet de wereld van de maatschappelijke initiatieven en de wereld van. De overheden, van de gemeente, van organisaties. En daartussen zitten organisaties, netwerkjes, die helpen om die initiatieven te versterken. En die netwerkjes zijn heel erg belangrijk. Gouda Bruist is een mooi voorbeeld daarvan. Gouda Bruist is opgezet door Heleen van Praag een, in 2007. En daar zie je dat doordat zij dat knooppunt heeft vormgegeven... het aantal initiatieven in de gemeente enorm is toegenomen. Op dit moment zijn er 1250 mensen lid van het netwerk Gouda Bruist. Zijn er 68 actiegroepen gaande. En ze komen met een grote regelmaat bij elkaar, zo'n vijf keer per jaar. En dan komen er zo'n 60 tot 80 mensen bij elkaar. En ze helpen elkaar bij het versterken van die maatschappelijke initiatieven. Wat ik in dit videocollege ga vertellen... Is wat voor soort knooppunten er zijn, welke vormen ze hebben, wat ze precies doen en welke waarden ze toevoegen, en wat ze nodig hebben en vooral ook wat je als gemeente kunt doen om ze te versterken. Greenwich heeft het afgelopen jaar samen met Plan en Aanpak een verkenning gedaan naar de verschillende soorten knooppunten in het land. En wat opvalt, is dat ze echt overal zitten, tot in de kleinste kernen, in de verste uithoeken. Tot in de grote steden. En de vormen zijn ontzettend divers. Je hebt bijvoorbeeld hele tijdelijke netwerkjes, heel informeel, ontstaan vaak vanuit een initiatief van mensen die elkaar helpen. Ik heb het zelf gedaan, ik kan nu anderen ook helpen. Um, dat gebeurt vaak allemaal vrijwillig en allemaal erbij. Tot hele geprofessionaliseerde netwerken, zoals de KNHM (Koninklijk Nederlandse Heidemaatschappij). Voor hun is het echt core business. Zij zijn er om maatschappelijke initiatieven te faciliteren op het gebied van leefbaarheid. Ze hebben ook geld, maar zij hebben vooral ook heel veel advies. Ook zij werken met vrijwilligers, maar die worden dan weer aangestuurd door mensen die daarvoor in dienst zijn. En tussen die twee uiterste zit de grootste groep, namelijk een soort hybride tussenvormen. En die zijn heel creatief vaak. Zo werkt bijvoorbeeld Starters voor Communities. met Afgestudeerde bedrijfskundigen die buurtondernemingen helpen oprichten. Dus zij voegen kennis toe aan buurtondernemingen in de dop. En crowdfunding is daarvan een onderdeel. En samen worden ze wijzer. En daarnaast zijn er nog de digitale knooppunten. En dat zijn maatschappelijke marktplaatsen waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Dus heb je als maatschappelijk initiatief een vraag? Bijvoorbeeld, je zoekt een bestuurslid. Of je zoekt een, een kantoorruimte, dan kun je dat daarop zetten en mensen kunnen, die dat in de aanbieding hebben, die kunnen jou vinden. En andersom werkt het natuurlijk ook. En dat soort maatschappelijke marktplaatsen zie je ook op lokaal niveau, bijvoorbeeld mijn buurtje. En ook op nationaal niveau, bijvoorbeeld het ideale kompas. Wat doen knooppunten nu eigenlijk en wat is hun toegevoegde waarde? Nou, belangrijk is te realiseren dat knooppunten zijn ontstaan vanuit een behoefte van initiatiefnemers. Dus niet vanuit een behoefte van de overheid, maar vanuit de... ze staan met hun gezicht naar de initiatiefnemer toe. En wat ze precies doen wordt mooi geïllustreerd door dit filmpje. Wat je hier ziet is een jongen die begint te dansen op een vrij rare manier op een, uh, tijdens een popconcert. En hij staat een tijd alleen en dan is er één persoon die gaat meedansen. En doordat die ene persoon meedanst, krijgen andere mensen het vertrouwen. Hey, hey, dat is dus kennelijk niet zo gek. En dan volgt de rest. Dus een first follower die zorgt ervoor dat dat een beweging wordt. Die geeft andere mensen het vertrouwen. Hé, hey, als hij erin vertrouwt, dan zal het wel wat zijn. En dat is eigenlijk in essentie wat knooppunten doen. Ze zijn first follower en zorgen dat er meer vertrouwen ontstaat rondom zo'n initiatief. Wat ze praktisch doen is ze geven. ...advies op het gebied van concept, ontwikkelen van het businessplan, het uitzoeken wat voor soort organisatie past hier nou bij, wat voor soort financiering past hier nou bij, uh, hoe zou je de marketing kunnen aanpakken. Eigenlijk vullen ze de gaten daar waar de initiatiefnemer zegt, dit, dit is niet mijn terrein, dit weet ik niet precies hoe ik dit moet aanpakken. Dus daarom is ieder adviestraject ook anders. En wat ze ook doen... En dat is zo belangrijk met die twee werelden. Ze bouwen bruggen. Want initiatiefnemers die spreken vaak de taal niet van de overheid. En de overheid heeft vaak een heel ander tempo dan een initiatief. En die knooppunten die maken bruggetjes. Het zijn tolkvertalers, oliemannetjes. Ze zorgen ervoor dat die werelden dichter bij elkaar komen. Dus knooppunten zorgen er ook voor, en dat zagen we ook in Gouda, dat er gewoon meer initiatieven van de grond komen. Kan je dat dan als gemeente niet zelf, want je wil zelf zo graag faciliteren? Nee, dat kan je niet allemaal zelf. Stel, er komt iemand bij je met een goed idee om een werkplaats te beginnen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een leuk pand op het oog, maar je wil die spullen ook graag verkopen in dat pand. En dat kan niet, want daar, zit de bestemming, daar klopt de bestemming van het pand niet voor. Nou, op zo'n moment kun je als gemeente echt faciliteren. Je kunt gaan meedenken. Je kunt gaan kijken, wat kunnen we doen aan die bestemming? Of wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat jij genoeg mensen hebt... met afstand tot de arbeidsmarkt die in jouw werkplaats kunnen werken? Maar stel dat het businessplan van dat initiatief niet helemaal klopt... dan is het niet jouw rol als gemeenteambtenaar om daaraan te gaan helpen sleutelen. Ten eerste is het je expertise niet. Ten tweede ben je dan minder, on, minder onafhankelijk... als er straks besloten moet worden over die vergunning. En ten derde... Je wordt ook niet gezien en vertrouwd door de initiatiefnemer als iemand bij wie je dat soort vragen kwijt kan. Daarom is een onafhankelijk knooppunt van ontzettend groot belang. En dan is er nog een toegevoegde waarde. Die knooppunten die zien initiatieven die je als ambtenaar soms niet ziet. Iemand die bijvoorbeeld uh, maaltijden wil gaan verzorgen voor migrantenvrouwen in de wijk, die heeft de gemeente niet nodig. Dus die kom je niet zomaar tegen. Die knooppunten zien initiatieven die je als gemeente niet vanzelfsprekend tegenkomt. En ze weten er veel van. Ze weten waarom mensen beginnen. Ze weten wat mensen tegenhouden. Ze weten waar het beweegt en waar niet. Ze weten welke onderwerpen prioritair zijn. En die kennis is van heel erg groot belang. Dat is hele specifieke kennis. Dus als je in je gemeente meer wil gaan doen aan overheidsparticipatie, gebruik dan die kennis. Het zijn kennisbanken. Knooppunten zijn belangrijk, maar wat hebben ze nou nodig om sterker te worden? Nou, veel knooppunten werken op basis van vrijwilligheid, naast betaalde arbeid. Dat is soms een keuze, maar vaak ook niet. En het is moeilijk om dat in balans te houden. Als het niet meer zo leuk wordt, als het, als het niet meer genoeg voldoening oplevert, dan stoppen er veel. En dat zie je ook gebeuren. Veel knooppunten kunnen niet blijven voortbestaan en houden op een gegeven ogenblik op. Als er wel geld tegenover stond, dan konden ze meer doen aan professionalisering, aan gegevensopbouw, aan uitwisseling met collega's. En een ander punt wat hen sterker zou maken, is meer aandacht, meer publiciteit voor wat zij doen. Zodat het gemakkelijker wordt om niet alleen initiatieven naar zich toe te trekken, maar ook om hun netwerk te vergroten. Wat we zagen in Gouda. Is dat Gouda bruist bijdraagt aan allerlei maatschappelijke initiatieven in de stad. Van lege plekken gevuld met tijdelijke moestuinen tot mensen die voor elkaar koken en kinderen die mee worden genomen de natuur in. Deze initiatieven dragen bij aan de doelen waar je als gemeente voor staat: meer sociale samenhang, gezonde voeding, meer groen en leefbaarheid in de wijk. Dus als die initiatieven succesvol worden, dan haal je als gemeente ook eerder je doelen. En die knooppunten, die helpen daarbij. Nou, wat kan je nou als gemeente doen om die knooppunten het leven makkelijker te maken? Dat begint bij zorgen dat je ze kent. Dus ga op zoek naar de knooppunten in jouw gemeente, op allerlei terreinen en op allerlei niveaus. Nodig ze uit en, en, en maak kennis met ze. Dan weet je ook. Wat jij kunt doen om hen specifiek van dienst te zijn. Een ander punt is, zij voegen waarde toe en vergoed die waarde. Dus betaal voor het faciliteren van die initiatieven. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld met een vouchersysteem. Daar kun je creatief in zijn. En het laatste punt, en misschien is dat wel het belangrijkste, zie die knooppunten als experts. Zij hebben kennis die niemand anders heeft. Zij hebben toegang tot mensen waar jij niet zo makkelijk contact mee maakt. Dus je kunt je, je acties afstemmen op, wat het, op hoe het nu is. En daar heb je die knooppunten voor nodig. Dus zie ze als expert. En als je samenwerkt met knooppunten, dan heb je ook in jouw gemeente meer en succesvolle initiatieven. En dat is waar het over gaat.